Minister Mike Noorsalim van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs het startsein gegeven voor het tweede collegejaar van de hoger beroepsopleiding bestuurskunde en overheidsmanagement in Paramaribo. De cohort 2 voor het studiejaar 2019-2020 is op maandag 4 november 2019 gestart. We hebben de afgelopen periode, en eigenlijk bent u voorrecht, u bent bevoorrecht om hier te zitten in de... Laten we zeggen de tweede cohort van plus minus 60 studenten. Bij de eerste cohort was dat, ik dacht, een groep van 2x30 ook 60. Waarbij we een aantal uitvallers hebben gehad. Nog net geen 10%, 5%. Dus niet erg in die zin dat het niet een te grote marge is, maar wel erg. Dat we niet graag willen dat mensen afhaken, omdat, zoals we al weten, inmiddels deze opleiding begonnen is voor u als ambtenaar om jezelf te scholen op een hoger niveau, een HBO-niveau, omdat wij vinden dat het ambtelijk apparaat daarbij, onder andere als werkgever, zien dat er een lacune is tussen de verschillende niveaus en dat die gap enorm groot is. Enerzijds en anderzijds biedt de taakstelling van ons als ministerie van Binnenlandse Zaken, wij zijn eigenlijk de opleiders voor de ambtenaren specifiek. De minister gaf aan dat er ongeveer 800 ambtenaren belangstelling hebben getoond voor de HBO-opleiding, maar dat er uiteindelijk 60 studenten geselecteerd zijn. Dit moet een grotere stimulans zijn voor de studenten om de studie af te ronden. Het is specifiek overheidsbreed voor alle ambtenaren dat u de gelegenheid krijgt. En die gelegenheid moet u met beide armen grijpen, daarom zit u hier aan de ene kant. Maar aan de andere kant moet u beseffen dat de werkgever, de overheid, enorm veel heeft gestopt. Niet alleen op het starten van de opleiding, maar ook om het draaiende te houden, te financieren. Dus u begrijpt dat de overheid enorm veel inkomt. Tussen haakjes moeten we zeggen een stukje subsidie. En daarom willen wij niet dat u afvalt of afhaakt. Daarom willen wij niet graag dat we een percentage hebben van, om het te zeggen, drop-outs, no? Je moet beide handen gebruiken om de gelegenheid te grijpen om in de komende periode, dat is plus minus 4 jaar, samen met de andere studenten, je moet de gelegenheid alleen grijpen, maar je moet ook de andere vastpakken bij zijn of haar hand op die weg om te komen bij het doel wat we hebben gesteld. Omdat het uw eigen organisatie ten goede zal komen. Het gaat u zelf tot een beter ambtenaar maken. Een betere werknemer. En dat is wat we willen. Dat u de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen. Daar gaat het om. Het gaat erom dat wij komen op een punt waarbij het ambtelijk apparaat veel beter gaat functioneren. En u zal die bijdrage moeten leveren. De overheid voorziet de ambtenaren van opleidingen op verschillende niveaus. De surnumerair VAAO 1, VAAO 2 en de HBO-opleidingen bieden ontwikkelingskansen voor de ambtenaren voor beter functioneren op de werkvloer. In haar streven naar een excellent government wil de overheid investeren in het carrièrepad van de ambtenaren en zal zich nu voorbereiden op de masteropleiding.
Suriname zal voor de 8e keer deelnemen aan de Consejo Sudamericano del Deportes Escolares. Dit is een Zuid-Amerikaanse scholierencompetitie. Dit jaar zullen de Spelen van 1 tot en met 6 december 2019 in Asunción, Paraguay worden gehouden. Deze Spelen dienen als meetmoment voor de Surinaamse scholieren in de leeftijdscategorie 12 tot 14 jaar. We zijn, laten we zeggen, vrij goed op schema. Natuurlijk in de laatste fase hebben we wel altijd wat issues die nog opgelost moeten worden. We zijn nu druk bezig om het vluchtschema samen met de SLM uit te werken. Daarnaast hebben we voor donderdag 7 november een meeting met alle coaches ingepland. En de week daarop de teach-in. We proberen natuurlijk met een betere voorbereiding ook betere condities te scheppen voor de nieuwe atleten om tot goede prestaties te komen. We zijn natuurlijk niet helemaal tevreden. Het kan altijd natuurlijk beter. Dus we nemen ook de ervaringen van de voorgaande edities mee om zaken wat beter te laten lopen. We verwachten ook vanwege een rechtstreekse vlucht naar Paraguay dat het stukje reizen zal meevallen. En dat ook minder van invloed zal zijn op de prestaties. Maar we verwachten ook dat de resultaten van deze games ons beter in staat zullen stellen om volgend jaar en de komende jaren nog beter hierop voorbereid te zijn. Vanuit het ministerie is de Stichting Schoolsport Federatie Suriname belast met de coördinatie van de uitzending aan dit internationaal sportevenement. Aan 8 takken van sport zal worden deelgenomen met name schaken, atletiek, atletiek voor scholieren met een beperking, basketbal, zaalvoetbal, zwemmen, judo en volleybal. De selecties zijn reeds in training. Mijn naam is Ronald Green en ik ben 14 jaar oud. Mijn onderdeel is, wat ik beter ga doen, is ver springen, kogels gooien en sprinten. Ik heet Melissa Leter, ik ben 13 jaar oud. Hoog springen en ver en rennen. En hoe vind je hoog springen? Ja, hoog springen, ja. Ik heet Jairi de Wout en ik ben 13 jaar oud. Ik heet Jennifer Megamakro, ik ben 14 jaar oud. Hoog springen en rennen. Mijn naam is Eduard Hel, alias Eddie. Ja, ik ben al een paar jaren bezig met sport. Ik was zelf atleet in Suriname. En ja, ik zit al ongeveer 30 jaar bij Special Olympic. Nou, elk jaar hebben we een Consumer Game na de wedstrijden. Dan beginnen we naar die scholen te gaan, contact te leggen. Dat die kinderen komen. We trainen zo al 3-4 maanden al. Ja, er zijn mensen tussen die kunnen verrassen. En je ziet ook mensen. Ik hoop van het beste. In 2018 werden de Spelen in Arequipa, Peru, georganiseerd, waarbij Suriname 2 medailles heeft weten te bemachtigen. Iman Calijo en Ezra Bauer behaalden respectievelijk zilver en brons. De afdeling ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is op verschillende fronten bezig met reguliere werkzaamheden, zoals het verhelpen van duikerverzakkingen en rioolverstoppingen. Daarnaast is de afdeling bezig met het opschonen van diverse lozingen in verschillende buurten, vooral gelet op de kleine regentijd die aankomt. We zijn nu bezig op diverse locaties. We zijn bezig in Paramaribo en de districten. Paramaribo zo'n beetje, zeg maar, Paramaribo zo'n beetje, zeg maar, de hoofdlozingen die wat afhalen zijn. En sommige van hen worden ook onderhouden. En in het district hebben we een Wanica, zoals bepaalde van de leidingen. En op Domburg, zeg maar, wat hoofdlozingen,
zodat we in de regentijd als aanvang we toch wel minder wateroverlast kunnen hebben. Gelet op het werk dat wordt verricht, geeft het waarnemend hoofd van de afdeling ontwatering aan wat de werkzaamheden allemaal inhouden. Kijk, nu zijn we bezig met machinaal ophalen van de lozing, dat wil zeggen met een hydraulische graafmachine. Het gras wordt verwijderd en waar bij de duikermondingen heb je soms wat baggermateriaal die verwijderd moet worden, zodanig dat die doorstroming wordt gewaarborgd, zeg maar. Dus we hebben dus werken in eigen beheeruitvoering. We hebben met onze eigen graafmachines en we hebben ook aannemers die voor ons werken. Ons streven is erop gericht om de hoofdkanalen zoveel als mogelijk als schoon te hebben. Daarna volgen dus de secundaire en de tertiaire kanalen. Maar we doen ons best om eigenlijk de hoofdkanalen schoon te hebben, zodanig dat het water optimaal kan lozen. Behalve de primaire lozingen worden ook de secundaire en tertiaire lozingen aangepakt. Het kan voorkomen dat het baggermateriaal niet altijd gelijk wordt afgevoerd. Ja, dus zolang de lozingen openbaar zijn, zeg maar, van de overheid, dan doen wij dat. Kijk, bij het ophalen heb je bepaalde situaties waarbij het slappe baggermateriaal zit. Er zit veel vocht in. Als je dus dat dan in een truck vult en dus daar de straat in krijg je dan heel wat morserij, zeg maar. We laten dan even staan voordat we dan opruimen. In plaatsen waar we dus niet hoeven op te ruimen, wordt het gewoon verwerkt op de berm. Behalve afdeling ontwateringswerken worden ook andere afdelingen ingezet voor deze werkzaamheden. Ja, dus kijk, het ministerie heeft ook aan het directoraat Openbaar Groen. Dus we hebben ook daarmee contact. Zij zijn ook wel, ze hebben een instantie die helpt met de platte veegoten. Dat zijn dus die kolken en zo. Om schoon te krijgen in handkracht. En we hebben ook een aantal afdelingen op het ministerie. Afdeling Wegen bijvoorbeeld, samen met afdeling Wegen. Wij doen de riolering en zij doen dan de weg. Dat is optie. En zo hebben we samenwerking tussen alle afdelingen onderling. In plaats van drijfgras weg te halen met een machine, wordt dit nu vaker handmatig gedaan. Wat is het belang daarvan? Kijk, als je dus een machine hebt op de berm, de machines zijn groot en zwaar. Door de trillingen van de machines veroorzaakt het dus het verzakkingen van de berm en het talud. En bij het ophalen kan je dus het talud beschadigen. In handkracht heb je het voordeel dus dat je dus het gras maait, zeg maar, met een broeischotter of in handkracht. En dat verstoor je hem niet. Om dat te kunnen voorkomen, dus dan kan je liever in handkracht, waar je handkracht mogelijk is, in de handkracht. Maar als het gras wel heel veel is en niet de handkracht weg kan, dan moet je toch een graafmachine inzetten. Voor het geval de samenleving een melding, klacht of opmerking heeft. Op het ministerie hebben we dus een burgerinformatieunit. En dat is eigenlijk het portaal naar de samenleving toe van het ministerie. Die is te bereiken op 531-491. Dus als je een klacht hebt of opmerking of wat, kan je altijd bellen naar de burgerinformatieunit. En die geleidt het door naar de desbetreffende afdeling. In dit geval ontwateringswerken. In het ontwikkelingsplan 2017-2021 is officieel aangekondigd dat de results-based management methode gebruikt zal worden in de processen van planning, beleidsvorming, management, monitoring en evaluatie. Het personeel van sport- en jeugdzaken is op dinsdag 5 november geïnformeerd over de implementatie hiervan. Het versterken van de capaciteit voor planuitvoering, monitoring en evaluatie is een voorwaarde voor versnelde ontwikkeling van ons land, die in het ontwikkelingsplan 2017-2020 ruime aandacht geniet. In het ontwikkelingsplan, goedgekeurd door de Nationale Assemblee in 2017, is officieel aangekondigd dat result-based management de methode is die gebruikt zal worden in de processen van planning, beleidsvorming, management en monitoring en evaluatie. De mensen die vooral met de beleidsaangelegenheden, de belasting, die doen er alles van, zo'n beetje.
Er is daarom een gedecentraliseerd mechanisme van ministeriële planning is opgezet om de planningscapaciteit bij de overheid te verbeteren. Met de formalisering en operationalisering van ministeriële planning wordt vormgegeven aan decentralisatie van het planapparaat en de versterking van de plancapaciteit. Om deze methode toe te passen zijn ministeriële planunits opgezet om de planningscapaciteit bij de overheid te verbeteren. Met de formalisering en operationalisering van ministeriële planunits wordt vormgegeven aan de decentralisatie van het planapparaat en de versterking van plancapaciteit. Met de wet planwet van 73 is de planbureau een wettelijk orgaan geworden. Dat officieel formeel volgens de wet een onafhankelijk instituut is. En je kan in feite enige plannen goedkeuren in Suriname volgens de wet zonder langs en via het planbureau te gaan en de minister verantwoordelijk voor planning. Ik zeg deze dingen omdat we na de onafhankelijkheid, zoals met vele andere dingen, na 75 zijn we gewoon doorgegaan met het planbureau als er niets aan de hand was. Dus onafhankelijk, vlaag, volkslied, al die dingen. Planbureau ging door als er niets veranderd was. Dat heeft natuurlijk voordelen en nadelen. Voordelen omdat er iets werkt en functioneert. Als je het kapot maakt of stopt, heb je iets voor in de plaats. Alleen kan je naar je auto, het brengt je naar het werk. Als je zegt, minder gebruik van iets voor, dan ga je moeten voeteren. Of bus nemen. Dus aan de ene kant goed dat het gewoon doorgegaan is, aan de andere kant, daar maakt Suriname zelfstandiger werk, werkelijk zelfstandiger werk, met alle goede en slechte dingen die daarmee komen. Past het planbureau steeds minder in het politieke en ook een beetje het bestuurlijke gebeuren. Het gevolg daarvan was dat eigenlijk in 1995 officieel de eerste stap gezet is om het planbureau te ontmantelen. Ook werd het personeel van sport- en jeugdzaken in de periode 6 tot en met 8 november getraind. De UNICEF heeft gezorgd voor de nodige ondersteuning. MUZIEK